Kringlooplandbouw is eigenlijk het hergebruik van grondstoffen. Bijvoorbeeld voedselresten die we niet weggooien, maar die we alweer als veevoer gebruiken. Of mest die we niet verbranden, maar die we voor de bodem gebruiken. Omdat we anders die voedingsstoffen ergens anders vandaan moeten halen. Maar die voorraden zijn eindig. Dus die kunnen we niet opgebruiken. Dus we moeten alles hergebruiken, anders raken onze voorwaarden op. Dan kunnen we straks geen voedsel meer produceren. Ik ben Wijnand Sukkel. Ik werk bij Wageningen University and Research. En ik doe onderzoek aan bodem. Bodem is eigenlijk de basis van de voedselproductie. En je ziet dat wereldwijd bodemkwaliteit terugloopt. Bodemvruchtbaarheid loopt terug. En we moeten dus zorgen dat we die bodemkwaliteit op een voldoende niveau halen. En eigenlijk is het zo dat we in de huidige landbouw te veel nemen en te weinig teruggeven. En we kunnen meer teruggeven juist door die kringloop te herstellen. Kijk, daar zit de worm. Nou, wij onderzoeken nu hoe je bodem goed kunt beheren. En ook hergebruik van reststromen, kringlooplandbouw, speelt daar een hele belangrijke rol in. Want we nemen dingen uit de bodem weg en die moeten we weer terugbrengen. En op welke manier dat het beste kan en welke soorten reststromen daar het beste voor geschikt zijn. Voedingsstoffen die in mest zitten of voedingsstoffen die in compost zitten. En hoe we dat ook het beste in de bodem in kunnen brengen, dat is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Als je de grond in de winter bijvoorbeeld kaal laat, dan die voedingsstoffen die in de grond zitten, die gaan met het water, met het regen enzovoort. Dat water sijpelt door de grond heen en die voedingsstoffen worden er opgelost en die raak je kwijt naar het grondwater of naar het oppervlaktewater. En als je nou in de winter planten laat groeien op de bodem, dan spoelen die voedingsstoffen niet uit, maar die worden opgenomen door de planten. En dan in het voorjaar gaan we die planten weer fijn maken en komen in de bodem terecht en daarmee ben je die voedingsstoffen niet kwijt. En tegelijkertijd die plantenresten, die hebben weer een goede invloed op de bodemstructuur, op het watervasthoudend vermogen en ook op het bodemleven. En dat draagt bij aan kringlooplandbouw, omdat daarmee het verlies van voedingsstoffen vermindert. Die raak je niet meer kwijt naar het grondwater of naar het oppervlaktewater.